De afgelopen dagen waren echt heel erg hectisch. Dag voor de wedstrijd van Feyenoord werd ik gebeld over AC Milan. Ja, en op dat moment, ik was nog in de auto. Ik mocht eigenlijk niet opnemen, maar het was gewoon een kippenvel moment. En ja, op dat moment weet je even niet wat je moet denken. En ik moet zeggen dat ik gewoon heel erg blij en trots ben dat ik die stap heb kunnen maken. Er werd gebeld en hij zei, Urbi, wil jij naar een echte Europese topclub? En ja, op dat moment ben je gewoon benieuwd om welke club het gaat. En als je dan Milan hoort, dan weet je even niet wat je moet zeggen. Ik denk dat Milan ook gewoon, als je naar de status van de club kijkt, is het een beetje de Ajax van Italië. En daardoor maakt het voor mij ook wel des te mooier om zo'n stap te maken. Jij had eerder aangegeven dat je tot het einde van het seizoen wilde blijven. Waarom is er besloten omdat je nu meteen gaat? Omdat de club dat heel graag wilde. Zij vonden het prettig om mij nu al een half jaar erbij te hebben om te wennen aan Italië, aan de club, aan de spelers. En dat is eigenlijk de reden waardoor het zo snel is gegaan. En aan de andere kant heeft Ajax nog een heel klein beetje aan mij kunnen verdienen. Ga je voor de linksback of voor de middenveldpositie? Allebei. Ik ben voor de linkerflank gehaald. Zij wilden wat extra voetbal vanuit de linkerkant. En dat maakt het niet uit of het... Dat is soms linkshalf en dat is soms linksback. Dat hangt er een beetje vanaf wat de trainer wil natuurlijk. Maar het voelt goed. En ik kan niet wachten om te gaan beginnen. Heb je geïnformeerd bij Clarence bijvoorbeeld hoe het is? Nee, eigenlijk niet. Ik heb met Breide heb ik gesproken. En die heeft mij alles over de club verteld. En ik denk, hij zit daar al 26 jaar. Een fantastische man om mee te praten. Zijn gevoel, zijn manier van spreken, dat is echt een beetje macho. Echt een macho Italiaan is het. En hij heeft alles over de club verteld. En ik denk dat dat wel genoeg was eventjes. Ja, spannend natuurlijk. Milan doet nog op 3 fronten mee. Woensdag is al Coppa Italia en in de competitie staan ze bovenaan. En de Champions League confrontatie met Tottenham, geloof ik. Dus ja, het is aan mij om daar zo snel mogelijk in mee te gaan. Ik ben bewust van mijn kwaliteiten en ik hoop dat ik kan leren van de grote spelers daar. En dat ik zelf ook een grote speler bij Milan kan worden. Je hebt illustre voorgangers, hè? Ja. En de voorzitter Breida die heeft ook al een beetje met mij gesproken. En die is helemaal lyrisch over Van Basten. En dat is... Het zou mooi zijn als ik in zijn voetsporen kan treden. Maar dat is natuurlijk een hele, hele moeilijke opgave. Maar ik ben gewoon bewust van mijn kwaliteiten. En met de spelers die daar rondlopen, denk ik dat ik als voetballer alleen maar beter word. Tot slot, met wat voor gevoel verlaat je Ajax in Amsterdam nu? Ja, aan de ene kant wel met een goed gevoel. Ik heb de jongens voor de wedstrijd met Utrecht nog gesproken. Ik zal ze wel gewoon heel erg missen. Wij waren echt een hele echte groep. Echt broeders van elkaar. Zij wisten en ik wist dat het tijd was voor mij voor een nieuwe uitdaging. Zij gunnen me die kans, zijn trots op me. En het is nu aan mij om mijn voeten te laten spreken.